Goedenavond, fijn om elkaar hier vanavond te mogen ontmoeten en na te denken over het thema, hoe word ik wedergeboren? Nou, ik heb even gedacht, zal ik een inleiding houden dat ik weer hier terug ben in Barneveld, ik ben hier opgegroeid. Maar ik dacht, nee, laat ik mijn tijd goed gebruiken, dus ik wijd niet uit over allerlei dingen. Maar laten we meteen naar het onderwerp van deze avond gaan, hoe word ik wedergeboren? Nou, dat is een toch wat wonderlijke vraag. Mogen wij die vraag wel stellen? Hoe word ik wedergeboren? Kun je daar iets zinnigs over zeggen? Nou, zegt iemand, ja, dat kan wel degelijk. We hebben zojuist Johannes 3 gelezen. En daar staat dat de Heilige Geest dat doet. Dus hoe word ik wedergeboren? Het antwoord op die vraag is, dat doet de Heilige Geest. En misschien dat we zeggen, ja, als de Heilige Geest in het hart van de mens gaat werken, als God de mens bekeert, dan, nou, daar wil ik het vanavond niet over hebben. We gaan het niet hebben over wat er gebeurt als God een mens bekeert. De vraag is niet hoe wordt een mens, hoe wordt iemand wedergeboren. Nee, de vraag die deze avond centraal staat is, hoe word ik wedergeboren? En zoals Kees ook zei, ik verwacht dat er vanavond hier ook mensen zijn die mogen weten dat zij wedergeboren zijn. Dat zij door de genade van God een nieuw en een ander leven ontvangen hebben. Maar ik wil mij vanavond vooral ook richten tot de mensen die met die vraag worstelen. En tot de mensen die misschien vanavond wel zeggen, ja, als het mij op de man af zou vragen, ik vrees dat ik niet wedergeboren ben. Ik vrees dat ik onbekeerd ben. Nou, dan is die vraag heel belangrijk. Hoe word ik wedergeboren? Nou, zegt iemand, daar kun je eigenlijk geen antwoord op geven. Hoe word ik wedergeboren? Ja, dat is een verborgenheid. Dat is een geheim. Daar kun je niets over zeggen. Dat zegt de Heer Jezus toch ook in Johannes 3. De wind waait waarheen hij wil. Gehoort zijn geluid. Maar je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren wordt. Dus ja, je kunt misschien wel, je hebt 100 boeken gelezen over de wedergeboorte. En je kunt precies beschrijven wat de Bijbel erover zegt. En je kunt precies vertellen wat alle oude schrijvers of andere schrijvers erover gezegd hebben. Maar als God het in jouw hart en jouw leven gaat doen, dan weet je er niets meer van. En dan is het een geheim. En dan kun je die vraag niet meer beantwoorden. Misschien dat iemand dat zegt. En dan zou ik willen zeggen, waar staat dat in de Bijbel? Ik denk dat die vraag die wij vanavond aan de orde stellen een hele belangrijke is. Hoe word ik wedergeboren? Ik denk dat die vraag te weinig wordt gesteld. En te weinig wordt beantwoord. Kijk wat wij, en daar richt ik maar als ik het over wij heb, dan denk ik aan de gereformeerde gezindte. Ik denk dat wij wel vaak nadenken over de noodzaak van de wedergeboorte. En als degene die uit ons midden, die in de gereformeerde gezindte leven en opgegroeid zijn, die zullen dat herkennen. De noodzaak van de wedergeboorte, dat horen wij. Maar hoor je ook hoe je wedergeboren wordt? Of hoor je alleen dat het nodig is? Ja, u moet wederom geboren worden, horen we dan. Ja, maar hoe dan? Hoe word ik wedergeboren? Wordt die vraag ook beantwoord? Zou jij dat kunnen zeggen vanuit de Bijbel? Hoe dan? Hoe word ik wedergeboren? Ik zou vanavond de stelling hier neer willen leggen. Een predikant of breder een ambtsdrager die wel spreekt over de noodzaak van de wedergeboorte en niet vertelt hoe je wedergeboren kunt worden, die doet ernstig tekort aan zijn roeping als ambtsdrager. We zijn er niet om alleen te zeggen je moet wederom geboren worden. Maar je schiet ernstig tekort als je niet zegt hoe dat dan gebeurt, dan breng je alleen een angstboodschap. Ik geef een voorbeeld. Stel dat mijn kinderen ziek zijn. Hè? Laat ik zeggen, mijn dochtertje van 8, die is ziek. En die ligt op de bank en ik zeg tegen haar, Maria, jij moet beter worden. Jij moet vanavond, voordat jij slapen gaat, moet jij beter zijn. Als jij vanavond gaat slapen terwijl je nog ziek bent, als jij vanavond gaat slapen terwijl je nog niet gezond bent, dan krijg jij van mij straf. Stel je voor dat ik dat tegen haar zou zeggen. En misschien zeg ik wel bij,
O Maria, ik gun het je toch zo dat je beter wordt. O, ik hoop het toch. O, alsjeblieft. Ik hoop voordat je slapen gaat vanavond dat je beter bent. Ik weet zeker dat Maria mij een vraag zou stellen en zeggen, ja maar papa, hoe word ik dan beter? Ja kind, ja dat weet ik niet. Dat kan ik je niet zeggen. Maar ik hoop toch dat je beter wordt. Want als je vanavond niet beter bent, nou ik zou dat kind verschrikkelijk bang maken. Ze zou niet durven gaan slapen. Uit angst voor iets. Ze moet beter zijn, ze moet gezond zijn. Maar ze kan zichzelf niet gezond maken. Ik kan haar niet gezond maken. Ze krijgt nog straf ook als ze niet gezond is vanavond. Wat een angstboodschap zou dat wezen. Als dat is wat ik haar zou zeggen. Het zou verschrikkelijk oneerlijk zijn, toch? Om tegen een kind te zeggen, je moet gezond worden. Terwijl ze dat zelf niet kan doen. Terwijl ik dat niet kan doen. Om haar nog bovendien straf te geven, ook als ze niet gezond is. Misschien dat dat voorbeeld wel een beetje aangeeft hoe wij diep van binnen die boodschap over de wedergeboorte voelen. En dat we zeggen, ja, de dominee die vertelt altijd, je moet wederom geboren worden. Maar hij zegt erbij dat je het zelf niet kunt doen. En hij zegt er ook bij dat het verschrikkelijk zal zijn wanneer je sterven moet en onwedergeboren bent. Dus wij voelen die spanning wel aan rondom die vraag, hoe word ik wedergeboren? Nou, misschien is er iemand die zegt, dominee, ik heb u al door, ik weet wel waar u heen gaat. Ik vind het een gevaarlijke vraag. Het feit dat u deze vraag voor de lezing hebt uitgekozen, geeft al wel aan dat u een beetje in de activistische hoek zit. U denkt zeker dat de mensen dat kunnen. Maar dat is niet waar. Het is toch waar dat zonder ons in ons gebeurt. Dat doet toch God alleen. Het is toch dat eenzijdige godswerk. Denkt u soms dat de mensen zichzelf zouden kunnen bekeren? Dat mensen zichzelf de wedergeboorte zouden kunnen geven? Nou, dat zijn allemaal die vragen die zitten rond de vraag van vanavond. Hoe word ik wedergeboren? Valt daar een antwoord op te geven? En misschien dat u of jij hier wel vanavond zit en zegt, ja, daar ben ik voor gekomen. Ik wil dat weten. Kan ik iets bijdragen aan mijn wedergeboorte? Kan ik dat bewerkstelligen? Kan ik daar iets aan doen, zodat ik wedergeboren word? En is toch mijn antwoord vanavond, nee. Je kunt jezelf de wedergeboorte niet geven. Je kunt jezelf niet klaarmaken, zorgen dat het gebeurt, dat doet God. Maar ik denk dat we niet in die tegenstelling moeten blijven staan. Zo vaak gebeurt dat. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, nou ja, je moet gewoon aan de slag. Je moet er wat aan doen. En andere mensen zeggen, nee, dat kun je niet. Het is een eenzijdig werk van God. God is degene die doden levend maakt. En daar blijven we dan een beetje in hangen. Moeten mensen wel wat doen? Of moet God alles alleen doen? Nou, daar zitten we dan met die vraag. Hoe word ik wedergeboren? Beste mensen, ik wil ook dat anderen voluit laten staan. Dat wij onszelf de wedergeboorte niet kunnen geven. En onszelf dat niet in ons eigen leven niet kunnen bewerkstelligen. En ik zeg dat er niet bij vanavond, hè, om de kritiek voor te zijn. En de indruk te geven dat ik toch wel een rechtzinnige dominee ben. Maar ik zeg dit omdat dat wezenlijk is. En ik zeg dit omdat ik bang ben dat daar de fout vaak zit, ook in de gereformeerde gezindte. We hebben het zo vaak over de wedergeboorte en we hebben het over de noodzaak van de wedergeboorte. Maar ik durf vanavond te zeggen dat daar het grote probleem zit in onze gezindte. Dat wij niet werkelijk de noodzaak van de wedergeboorte onderstrepen. En we denken het wel dat we het vaak genoeg horen en dat elke zondag wordt gezegd dat de mens wederom geboren moet worden. Maar ik zou vanavond willen benadrukken en willen zeggen, het is helaas veel te vaak niet waar. Want wat is wedergeboorte? Daar moeten we het over gaan hebben. Wat is dan die wedergeboorte? Dat moet gebeuren. Waaruit worden wij wedergeboren? Waaruit worden wij levend gemaakt? Nou, ik vat het samen in een paar korte zinnen. En ik denk dat we, als we de Bijbel kennen, dat we het herkennen. De wedergeboorte is een radicale, een krachtige verandering van ons innerlijk. Het is een totale vernieuwing van ons hart, van ons leven ten opzichte van God. Onze Dordtse leerregels die zeggen ervan,
Het is een verandering die niet kleiner is dan de schepping van de hele wereld. Het is de levendmaking zoals doden opgewekt worden tot een nieuw leven. Als je wedergeboren bent, heeft God in je hart iets gedaan van dezelfde omvang en van dezelfde kracht als de schepping van het hele universum. Dat is wedergeboorte. Zo'n grote verandering is dat. Nou, en dan stel ik de vraag, zou jij dat zelf kunnen bewerkstelligen? Kun jij de wereld scheppen? Kun jij het heelal voortbrengen? Nee. Nou, dan kun je zelf ook niet wedergeboren maken. En dan zeg ik er nog wel bij, de wedergeboorte is de verandering waardoor je zondige hart veranderd wordt. Dat is belangrijk. Ons hart is van zichzelf een zondig hart. En dat betekent dat je niet naar een wedergeboorte verlangt. Als je een zondig hart hebt, zie je niet wat zonde is. Je bent er zo aan gewend. Je bent er zo mee vertrouwd. Het voelt zo comfortabel dat je niet anders wilt. En je kunt horen over de straf die komen gaat en over de ernst van de zonde, maar je voelt het niet. Dus die vergelijking die ik aan het begin genoemd heb van mijn dochtertje die ziek is en waar ik dan tegen zeg van Maria, je moet gezond worden. En het arme zielige kind, dat kan niet gezond worden en die moet toch. Dat is een totaal verkeerd beeld. Dat is niet zo. Ik zeg er zelfs bij het voorbeeld van Bartimeus uit de Bijbel, klopt niet als we dat zouden willen gebruiken. Hè? Bartimeus die was blind en die zit langs de weg en die wil ziende worden. Maak mij ziende, Heere. Ja, zeggen we dan, beeld van de wedergeboorte, dat zijn ogen geopend worden. Nee, wedergeboorte is meer dan een arme, zielige blinde die weer kan zien. Als we een vergelijking willen maken, moeten we vergelijking maken met een dronkaard. En we stellen hem voor om geheel onthouden te worden. Maar hij wil niet, want hij is dronken. Als wij een vergelijking willen maken, dan moeten wij een vergelijking maken met een drugsverslaafde. En hem voorstellen om af te kicken. Maar hij heeft net zijn volgende shot genomen. En hij is weer high. En hij wil er niet vanaf. Dat is onze toestand als wij onwedergeboren zijn. Vraag aan een onbekeerd mens of die wedergeboren wil worden. En het antwoord zal zijn, nee, dat wil ik niet. Als wij onwedergeboren zijn, dan kunnen wij niet geloven, maar we willen ook niet geloven. Dus als jij hier vanavond zit en van jezelf zegt, ik ben een onwedergeboren, ik ben een onbekeerd mens. Dan ben je geen slachtoffer als een ziek kind op de bank. Maar dan word je aangeklaagd, dan ben je schuldenaar. Onbekeerd zijn is niet een passieve toestand, maar is een actieve opstand tegen God. Nou, daarom zegt de Heer Jezus in Johannes 3, als je niet bekeerd bent, als je onbekeerd bent, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Nee, wat zou een vuile, vieze zondaar in de schone hemel moeten doen? Dat kan niet, die past daar niet. Dat is je hart, dat is je zondigheid. Als je vanavond hier zit en je zegt, ik ben onbekeerd en ik zou graag bekeerd willen worden, is dat waar? Is dat waar? Ik denk het van niet. Wedergeboorte is nodig omdat precies dat je toestand is. Dat je zo zondig bent en zo vijandig dat je het niet wilt. En ik zeg dat ook vanuit de pastorale ervaring en de pastorale praktijk. Ik ontmoet ook mensen die zeggen dan wel dat ze graag wedergeboren willen worden. Maar ze willen niet. Ja, dominee, zeggen ze dan, ja, u moet weten ja, hoe ik opgegroeid ben. En vroeger heb ik dominee die en die nog gehoord. En ja, die zei het allemaal toch wel heel anders. Oh. Dus omwille van dominee die en die, die je vroeger gehoord hebt, laat je de hemel schieten. En kies je voor de hel? Ja, dominee, je moet weten, ja, ik,
ik heb daar toch wel wat moeite mee. Dus om die paar dingen, die kleine dingen die je dwars zitten, ben je bereid verloren te gaan voor eeuwig? Ik sprak van de week nog een jong meisje. En we lazen samen Johannes 6. En de Heer Jezus zegt in Johannes 6, vers 37, wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Komen tot Christus. En iets verderop in het gesprek, in vers 67, zegt hij tegen zijn discipelen, wilt u ook niet weggaan? Dus dat hele hoofdstuk staat in de spanning tussen komen tot Christus of weggaan. En we hadden dat samen gelezen en ik zei tegen dat meisje, ik zei, wat wil je nu? Wil je komen tot Christus of wil je weggaan? Moest ze nadenken. Ja, zegt ze. Ik wil wel komen. Ik zag aan haar ogen dat ze nog niet uitgesproken was. Maar, zei ze toen. Maar dan moet ik wel dingen veranderen. Ja. Ik oordeel niet over het hart van dat meisje. Het gesprek was daar te kort voor. Maar ik moet er nu wel aan denken. Dat kan dus. Dat je om de mening van een paar vrienden om je heen. Om een paar onnozele dingen waar je nu aan vast zit. Dat je aarzelt. Dat je de zaligheid op het spel zet. Om een paar van die uitermate onbelangrijke dingen. Kijk, dat laat zien hoe je bent als je niet wedergeboren bent. Dat de hele zaligheid en het behoud en de verlossing door Jezus Christus je eigenlijk niet scheelt. Dat laat zien hoe onwillig je bent. Elke keer weer dat je ja maar zegt. Nou, ik ben hier vanavond gekomen om die twee dingen te zeggen. Dat eerste waar ik mee begon, dat laat ik volledig staan. De vraag, hoe word ik wedergeboren, wordt te weinig gesteld. Dat is een Bijbelse vraag. We moeten die vraag telkens weer stellen. Hoe dan? Niet alleen het moet gebeuren, maar ook hoe dan? Valt daar wat over te zeggen? Ja, wel degelijk. Maar ik wil vanavond ook zeggen, die andere kant, de noodzaak van de wedergeboorte, dat betekent dat je zonder wedergeboorte een totaal verdorven, afschuwelijk hart hebt. En ik denk dat dat de nood is van veel mensen, van veel kerken in de gereformeerde gezindten. Er zijn te veel mensen die trouwe kerkgangen zijn en toch onbekeerd zijn. Nou, dat kan dus niet. Waarom niet? Nou, als een dominee aan zijn hoorders vertelt dat ze onbekeerd zijn, wat zegt hij dan? Zegt hij dan, lieve kerkgangers, je bent nog onbekeerd, maar ik ben blij dat je in de kerk zit? Nee. Zegt hij dan, lieve kerkganger, ik ben blij dat u tenminste nog eerlijk onbekeerd bent, vraagt er maar veel om. Nee. Als een dominee overtuigd is van de noodzaak van de wedergeboorte, dan vertelt hij waarom die wedergeboorte zo verschrikkelijk noodzakelijk is. Want zonder wedergeboorte zijn die mensen in zijn gemeente mensen met een totaal verdorven hart. Uit het hart van de mens komen voort, zegt de Heer Jezus. En dan noemt hij de meest gruwelijke zonden op, Marcus 7. Ja, dat is een mens. Waarom is er in onze gereformeerde gezinten, en met al zijn grote kerken en de trouwe kerkgangers, waarom is er zoveel ontucht? Waarom is er overspel? Waarom is er dronkenschap? Hoe kan het dat er zoveel verslaafd zijn? Hoe kan dat? Waarom kunnen wij dat accepteren als wij de noodzaak van de wedergeboorte onderstrepen? Waarom is er zoveel wanhoop en waarom is er zoveel verlorenheid onder de mensen die naar de kerk gaan? Waarom zijn zoveel harten van zoveel mensen zo leeg? Zal ik het u zeggen? Omdat de dominees de mensen niet vertellen dat ze wedergeboren moeten worden. Nou zegt iemand, nu breekt mijn klomp. Ik hoor het elke zondag. De dominee, ja, altijd weer. Hij heeft maar één snaar op zijn viool en is altijd de noodzaak van de wedergeboorte. Ja, maar vertelt hij erbij dat je een vijand van God bent? Dat je een verachter van de hemel bent? Dat je een hater van Christus bent? Dat je het geloof minacht? Dat je God tot een leugenaar maakt? Dat is de toestand van iemand die onwedergeboren is.
je onwedergeboren bent, dan kies je voor de hel. Dat is niet, ach, ik zou wel naar de hemel willen, maar helaas, God moet mij bekeren. Nee, als je onwedergeboren bent, dan kies je voor het ongeloof. Als je niet bekeerd bent, dan kies je de duisternis boven het licht. Als je onwedergeboren bent, dan veracht je Christus. Zoals al de mensen in zijn tijd hem veracht en gehaat en gedood hebben. Dan ben je onwedergeboren. En daarom is de wedergeboorte zo nodig. Om je daarvan te verlossen. En kun je dat zelf? Nee, natuurlijk kun je dat niet. Want je wilt het niet. Je bent er een vijand van. Je bent er tegen in opstand. Je wilt het absoluut niet. Nou, daar zit je vanavond. Je bent hierheen gekomen omdat je zegt, ja, dat onderwerp, of word ik wedergeboren, dat spreekt me wel aan. Ja, ik zit daarmee. Ik ben onbekeerd. Ik zou wel wedergeboren willen worden. Hoe kan dat dan? Nou, dit is mijn antwoord aan jou, aan u. Ik kom je niet vertellen, bid er maar veel om. Maar ik zeg je, wat Stefanus zei tegen de mensen van het Sanhedrin, gij onbesnedenen van hart en oren, u wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is je toestand. Als je geen nieuw hart ontvangen hebt. Dat is je toestand. En daarom is wedergeboorte zo nodig. En ik denk dat je het met me eens bent. Kijk naar je eigen hart. Kijk naar je eigen innerlijk. En geef me gelijk. Wat leeft er in je hart? Bitterheid. Boosheid. Opstand. Weerstand. Oppervlakkigheid. Onverschilligheid. Toch? Of is jouw hart zoveel beter? Kijk eens goed. Graaf eens dieper. Dat is je hart. Zonder de genade. En daarom is wedergeboorte nodig. Daarom is wedergeboorte nodig. Dat kun je zelf niet. Nou, de vraag staat nog steeds. Hoe word ik wedergeboren? We hebben die twee uitersten gezien. Die vraag is een eerlijke, is een bijbelse, is een belangrijke vraag. En evenzeer is waar. We kunnen dat niet zelf. Nou, hier komt het antwoord. Wat is het antwoord? Hoe word ik wedergeboren? Het antwoord is door het evangelie. En onthoud dat. Dat is de kern van de boodschap die ik vanavond heb. Hoe word ik wedergeboren? Door het evangelie. Niet door de wet. Door het evangelie. Door de boodschap over Jezus Christus. Nou, dat ga ik uitwerken. Dat wil ik toelichten. De Heilige Geest, heb ik gezegd, op grond van Johannes 3, de Heilige Geest werkt de wedergeboorte. Uit de geest geboren. Dat zijn mensen die wedergeboren zijn. Uit de geest geboren. Maar die Heilige Geest, die gebruikt middelen. Zoals die in het natuurlijke leven levensmiddelen gebruikt. Zoals de Heere, als we ziek zijn, geneesmiddelen gebruikt. Zo gebruikt hij ook genademiddelen. Genademiddelen. En het grote, belangrijkste genademiddel is het evangelie. De boodschap over Jezus Christus. Dus nog een keer, dat is de kern van wat ik vanavond zeggen wil. Het evangelie is het middel dat God gebruikt om die doden, onbekeerde zondaren, wedergeboren te maken, nieuw leven te geven, een veranderd hart te geven. En ja, eigenlijk is dit niet zo uitzonderlijk en spectaculair dat ik dat zeg, maar toch, ik moet het zeggen. Ik wil het benadrukken vanavond. Wat wij soms denken, en als ik wij zeg, dan denk ik ook terug aan mijn eigen leven. Hoe ik dat vroeger toch wel heb gezien, denk ik. Wij denken van binnen dat het evangelie eigenlijk bedoeld is voor bekeerde mensen. Ja, dus die boodschap die komt tot ons en die oproep tot geloof om op de Heer Jezus te vertrouwen en op hem te zien. Ja, ja, denk je dan, ja. Maar ja, daar moet je geloof voor hebben. En dat geloof, dat heb je alleen als je wedergeboren bent. Dus het is een prachtige boodschap natuurlijk, de evangelie. De boodschap over de Heer Jezus Christus is prachtig. Maar ja,
Ja. Je hebt er niks aan zolang je niet wedergeboren bent. Je moet eerst wedergeboren zijn. En als je wedergeboren bent, dan gaat die boodschap over de Heere Jezus wellicht heel veel voor je betekenen. Maar ja, hè, ik ben nog niet zo ver. En als ik maar zo ver was, ja, dan zou ik wel willen geloven. Maar ja, stel dat dat zo was. Hè. Stel dat het zo was. Dat God een evangelie had en dat hij ons oproept tot geloof en bekering. En dat klinkt wel mooi. Maar ja, hè, er zit een bottleneck, want je moet eerst wedergeboren zijn. En zolang je dat niet bent, heb je eigenlijk niks aan het evangelie. Gemeente, dan zou het een slecht evangelie zijn. Dan zou het een waardeloze boodschap zijn. Dat is een reddingsbrigade die op het strand staat te wachten om te kijken of de mensen op eigen krachten het strand bereiken. En als ze dan aanspoelen en veilig zijn, dan zeggen ze, nou hier zijn wij hoor, wij zijn van de reddingsbrigade. Ja, daar heb je niks aan. Je hebt pas wat aan de mensen die de zee opgaan. Die de mensen in hun nood en in hun verlorenheid op de rand van de dood opzoeken. En ze echt redden. Daar heb je wat aan. En niet mensen die op het strand staan te wachten. Als dat het evangelie was, voor bekeerde mensen, voor gelovige mensen, voor veranderde mensen. En niet voor onbekeerde, is het de naam van het evangelie niet waard. Nee, dit is het evangelie. Het evangelie is bedoeld voor onbekeerde mensen. De boodschap van de Heer Jezus is bedoeld voor onwedergeboren mensen. De boodschap van de Heer Jezus Christus komt tot onwillige, vijandige, dode mensen. Van die vijanden, weet je wel? Die mensen met dat hart vol bitterheid en opstand en weerstand en vijandschap. Die mensen, daar is het voor bedoeld. En daar werkt het in. En daarom is het evangelie zo'n prachtige boodschap. En daarom noemen wij het goede boodschap. Omdat het zo goed is. Omdat het zo machtig is. Dat het dat dode hart, dat vijandige hart, verandert. Johannes 5, daar staat het woord van de Heer Jezus. De ure komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. De Heer Jezus zegt niet, nou zie eerst maar dat je levend wordt. En als je levend wordt, dan kun je dat wel horen en dan zal ik de boodschap gaan spreken. Nee, doden zullen horen. Dus dat woord is zo machtig dat het dode mensen levend maakt. En dat is zo'n heerlijke boodschap, hè? Dat woord van de Heer Jezus, over de Heer Jezus, wie Hij is en wat Hij doet, dat maakt mensen levend. Uit de dood tot het leven. Ik vind het mooiste voorbeeld daarvan in Genesis 45. We zien daar de oude Jacob, die zit daar in zijn tent, grijze man, verdrietig. En zijn zoon Jozef is die kwijt al jaren. En zijn andere zoon Benjamin is weg. En zijn zoon zijn naar Egypte. En dan komen ze terug. Dan komen ze bij de tent van hun oude vader. En ze komen naar binnen rennen. Zo stel ik mij dat voor tenminste. En dan zeggen ze, vader, Jozef leeft. Toen bezweek ze hard. Die oude man, hij kan het niet geloven. Jozef leeft. Goede boodschap. Nee, dat kan niet waar zijn. Ziet u wat ongeloof doet met het hart van de mens? Je hart bezwijkt ervan. Maar zijn zoons die houden vol en die blijven spreken en die zeggen, kom mee vader, kijk, daar staan de wagens die Jozef gestuurd heeft. Kijk, dit heeft hij gezegd, dat heeft hij meegegeven. En ze houden aan en ze blijven volhouden met de goede boodschap. En dan staat het, toen werd zijn geest in hem levend. Dat woord, die goede boodschap maakt zijn hart levend. Hij was als het ware dood, maar hij wordt levend. Nou, zo gebruikt God het evangelie om jouw dode hart levend te maken. Dat is een goede boodschap. En als je die boodschap hoort, dan wordt je hart levend. Zo krachtig is het woord over Jezus Christus. En dan zeg ik er nogal bij.
Uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 17, daar staat: door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En dat woordje vermaning is een wat ouderwets woord voor bevel, voor oproep, voor verplichting. Dus door het bevel wordt de genade meegedeeld. Er staat in artikel 3, 4, 17 dat God twee dingen tegelijk doet. Hij laat het woord uitspreken door de dienaars van het woord. En tegelijkertijd geeft hij zijn genade van de wedergeboorte mee. Die twee dingen gaan samen op. Door de vermaningen, door de oproep, door het bevel wordt de genade meegedeeld. Nou, wat gebeurt er dan? Dan zit je hier vanavond. En dan heb je een onwillig en een onwedergeboren en een onbekeerd hart. En je bent de vijand van God. En dan komt de Heer Jezus naar je toe. En de Heer Jezus die spreekt vanavond tot jou. En die zegt: ik ben de zaligmaker. Ik ben de redder. Geloof in mij. Dat is de vermaning. Dat is de verplichting. Dat is het bevel. Dat is de opdracht die tot jou komt. Geloof in mij. En je zegt: hoe kan ik dat doen? Ik kan niet geloven. Ik heb een dood hart. Ik heb een onwillig hart. Ik heb een onwedergeboren hart. Ja, dat is waar. En toch zegt de Heer Jezus tegen jou. Juist daarom zegt hij: je hebt Jezus nodig. En de Heer Jezus zegt tegen je: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je troep. Geef dat vuile, vieze, bedorven hart aan mij. En de Heer Jezus zegt niet: mag ik dat misschien alsjeblieft hebben? Maar de Heer Jezus zegt: ik beveel het je. Ik gebied het je. Ik verplicht het je. Geef je hele vunzige, vuile, onbekeerde hart aan mij. Het is een bevel. En door die vermaning word je wedergeboren. Door de vermaning, door het bevel, door de oproep, word je wedergeboren. Hoe word ik wedergeboren? Door het bevel van Jezus Christus. Als Hij jou vertelt vanavond over zijn kracht en zijn gewilligheid. Als de Heer Jezus jou vanavond gebiedt en verplicht om je hele zondige, onbekeerde hart, niet jouw bekeerde hart, niet jouw opgeknapte hart, niet jouw serieuze hart, niet jouw hart dat een beetje beter was dan een jaar geleden, maar jouw hart op zijn vieste moment. Als je jezelf zo verschrikkelijk bent tegengevallen, dan zegt de Heer Jezus: ik ken jouw hart en ik wil het hebben. En dan zegt de Heer Jezus: ik zie hoe jij bent. En ik zie je vijandschap. En ik zie je weerstand. Maar ik wil jouw leven hebben. Om het te reinigen. En ik gebied het je. Ik verplicht het je. Dat is de Heer Jezus. Dat is het evangelie. En dat is zo krachtig. En dat is zo sterk. Dat je net als Jacob levend wordt. Als je dat hoort, wie de Heer Jezus is. Er staat over Lydia in Handelingen 16 vers 14. De Heere opende haar hart. De Heere, lees maar na in het hele boek Handelingen. De Heere is eigenlijk altijd de Heere Jezus. We zouden er bijna overheen lezen en denken: dat doet de Heilige Geest of dat doet de Heere God. Dat doet de Heere Jezus. Jezus opent haar hart. Dat ze acht gaf op het woord dat tot haar gesproken werd. Zo werkt God, zo werkt de Heer Jezus in het hart van Lydia, zo werkt Hij in ons hart. Nou, daar komt de vraag: hoe word ik wedergeboren? Op dit moment, vanavond, valt de beslissing. Want als de evangelie klinkt, als de Heer Jezus het bevel geeft, dan wil Hij dat je nu je hart aan Hem overgeeft, zo slecht en verdorven als het is. Hoe word ik wedergeboren? Dat blijkt op dit moment. Luister je, kom je tot Hem, laat je Hem komen
Ben je gehoorzaam omdat Hij het zegt? Omdat Hij het wil reinigen, omdat Hij het wil redden, omdat Hij jou wil behouden? Dan word je wedergeboren. Dan ben je wedergeboren. Of komen dan nu al die jama's als pop-ups naar boven? En ben je liever de serieuze, de ernstige, de zoekende, trouwe kerkganger? Dan heb je een verdorven hart. Ja, dan ben je werkelijk een goddeloos en een vijandig mens. Daar past maar één woord voor. Dood. Dood in zonde en misdaden. Zo word je wedergeboren. De noodzaak van de wedergeboorte, ja. Jezus Christus doet dat. Met zijn goddelijke kracht. Niet wij zelf. Maar hij gebruikt een middel. Het middel van het evangelie. En hij laat dat woord binnenkomen. En wij horen het. En we voelen ons als Jacob. En we worden levend. Nou, nog kort tenslotte iets. Hoeveel moet je daar nu van merken? Wat moet ik merken in mijn leven zodat ik weet dat ik wedergeboren ben? En we houden de lijn vast, hè? We moeten nu, niet nu weer toch af gaan dwalen en zakken in allerlei schimmige kenmerken. Ten eerste dit, je hoeft er niet zoveel van te weten. In ieder geval niet alles. Niet alles. Als ik je de vraag stel, weet je nog hoe het was toen je geboren werd? Dan zeg je, ja, kom op. Hè, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar was ik niet bewust. Was ik me niet bewust van. Nou, dan moet u zich maar eens afvragen of u geboren bent. Onzin natuurlijk. Je leidt af uit het leven dat je hebt, dat je geboren bent. En zo leid je uit het geestelijke leven af dat je wedergeboren bent. En wat is dat geestelijke leven? Onze Dordtse leerregels zeggen het. De werking daarvan, van die wedergeboorte, kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen. Maar intussen stellen zij zich hierin gerust dat zij met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Dat zij met het hart geloven en de zaligmaker lief hebben. Dat is genoeg om te weten dat je wedergeboren bent. Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 12 vers 3. Niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is dan alleen door de Heilige Geest. Is dat waar voor jou dat je zegt, ja, Jezus is mijn Heere, mijn Meester, mijn Koning, Hem wil ik gehoorzaam zijn. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Dan ben je wedergeboren. Want dat zondige hart van jou, dat zal zich nooit dan onderwerpen aan Jezus. Dat aanbidt alleen maar je eigen ik. Maar als je zegt, dat is toch het verlangen van mijn hart om gehoorzaam te zijn aan de geboden van Jezus Christus. Dan ben je wedergeboren. Want niemand kan zeggen dat Jezus hier is dan alleen door de Heilige Geest. Hoeveel moet ik daarvan merken dat ik mag weten wedergeboren te zijn? Weer de Dordtse leerregels. Dank je hem daarvoor. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 8 als ik het goed heb. Daar staat dat wij God voor de wedergeboorte eeuwige dankbaarheid verschuldigd zijn. Ja, als dat een verandering is in ons hart, niet minder groot dan de schepping van het heelal, dan zijn we God eeuwig dankbaar voor zo'n verandering. Maar iedere gelovige dankt hem ook daarvoor. Aan wie schrijf je dat toe? Als je leven anders geworden is. Als je verlangt om Jezus te volgen. Schrijf je dat toe aan jezelf? Aan jouw hart? Of schrijf je dat toe aan de genade van God? En dank je hem daarvoor? Wie dank je daarvoor? Dank je jezelf daarvoor? Of dank je God daarvoor? Efeze 2 zegt het zo mooi dat wij vroeger dood waren in misdaden en in de zonde. Maar God die rijk is in zijn barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Er staat niet waarmee hij de uitverkorenen heeft lief gehad. Of waarmee hij andere mensen heeft lief gehad. Maar waarmee hij ons, ook mij heeft lief gehad. Dat is de taal van de wedergeboorte. Dat is genoeg dat je God dankt. Voor wat hij in je leven veranderd heeft. Daar richten we ons op.
op die kenmerken, het geloof in de Heer Jezus Christus, de vreugde over het evangelie, de blijdschap dat God die goede boodschap ons gegeven heeft. Als je dat mag hebben, als je dat mag kennen in je leven, als je de Heer Jezus Christus bent gaan vertrouwen en liefhebben, dan ben je wedergeboren door het evangelie. Goed, we gaan afronden. En we danken God voor zijn evangelie. We danken God voor zijn bewogenheid met mensen zoals wij, toch? Wat heeft Jezus bewogen om te zien naar mensen die zo vijandig en zo verdorven en zo onwillig waren als wij? We danken de Heer Jezus Christus voor zijn bevel. Dat hij het niet laat bij een vriendelijk verzoekje. En dat hij het niet laat bij een och mocht toch eens dit en mocht toch eens dat. Maar dat hij komt met de bevel van geloof en bekering. We danken de Heer Jezus ervoor. Dat hij neergedaald is in deze wereld. Onze wereld. Mijn wereld. En dat hij gekomen is met zijn heerlijke, heilige evangelie. Dat ons hart vernieuwd heeft. En dat wij ons voelen als Jacob. Toen hij dat hoorde, werd zijn geest in hem levend. Laten we samen bidden. Heere trouwe God, we danken u voor dat wonder. Dat u harten van mensen levend maakt. Dat u van vijanden vrienden maakt. Dat u blinde ogen opent. Dat u onwillige harten gewillig maakt. We danken u dat u het alleen doet en dat u het volkomen doet. We danken u, Heere, dat u ons zo voorbereidt op het Koninkrijk der Hemelen. Heere God, we bidden dat dat heilige evangelie in deze wereld krachtig mag doorwerken. En dat ook deze avond gebruikt mag worden om mensen van dood levend te maken. Van vuil en zondig en vunzig, dat ze een rein hart krijgen dat Jezus Christus lief heeft. Heere God, wij weten dat u zo krachtig en machtig bent. Doe het dan ook nu in onze levens en in de levens van mensen om ons heen. We bidden en danken u dit. In Jezus' naam. Amen.